De vooruitstrevende hervormingspartij VHP heeft vandaag haar e-krant Orange Scrivi gelanceerd. De krant is bedoeld om Surinamers die zich verbonden voelen met de partij periodiek te informeren over de activiteiten van de VHP. Voorzitter Chan Sartoki lanceerde de krant. Op zich een normaal ding. We hebben al zoveel keer elektronische kranten gehad. In het verleden hebben we dat ook gehad. Maar toch is deze e-krant bijzonder. Vanwege verschillende redenen. Wij hebben vanaf 25 mei 2015, na de laatst gehouden verkiezing, een grondige evaluatie gemaakt van onze verkiezingen. Het resultaat, het V7 optreden en uiteindelijk gekeken naar de VHP zelf. En na grondige evaluatie zijn we tot het besluit gekomen dat na die verkiezing van 2020 het anders moet. 1. Dat was partij zelfstandig de verkiezing ingaan. 2. Dat die partij totaal gereorganiseerd, getransformeerd moet worden om na die verkiezing te gaan. En die totale reorganisatie en transformatie moest zorg dragen dat de VHP een breder politiek, sociaal, maatschappelijk draagvlak moest krijgen. Santoki schrijft in de eerste editie dat vanwege de groei en progressie van de Oranje Partij er veel met modder wordt gesmeten. Zo maken valse berichten, aantijgingen, beschuldigingen en insinuaties op social media deel uit van de rij van negatieve reacties op de partij. De e-krant is bedoeld om de achterban daarom zo juist mogelijk te informeren. Met de e-krant willen we de samenleving regelmatig informeren hoe de activiteiten allemaal gaan verlopen. En we hebben een team gevonden onder coördinatie van Shifaru met mevrouw Renuka, Perkaas, Asha. En ze hebben gewerkt afgelopen dagen. En nu al is er een bunch aan activiteiten. In feite hebben ze zoveel informatie nu dat ze in feite voor een heel jaar al gedocumenteerd zijn dat er zoveel activiteiten ontplooid zijn. En dan gaan er nog zoveel activiteiten bij komen. Maar al deze activiteiten gaan we naar de samenleving brengen. Hiermee laten wij ook zien, en ik kan het eens wel verklappen. De VHP wordt gezien als een verschrikkelijk rijke partij. Bij de best, als u ziet dagelijks de verzoeken die we krijgen, we worden gezien als een rijke partij. Goedoeman partij. Dus dat is het gezicht wat op een gegeven moment ontstaan is. Inderdaad, ja, in de VHP zijn er heel wat rijke mensen, ja. Maar die politieke partij is niet zo rijk zoals men denkt. Wij zijn ook afhankelijk van onze donoren, van onze sponsoren, net zoals alle andere politieke partijen. Maar we zijn rijk aan deskundigheid, we zijn rijk aan kennis, we zijn rijk aan wijsheid, we zijn rijk aan historie. Dat hebben we allemaal. VHP-voorzitter Chan Sartoki vandaag bij de lancering van de e-krant Orange Scrivi, waarmee de gemeenschap geïnformeerd zal worden over de activiteiten van de partij.